Pen in de hand. Klaar. Gaat-ie. Ik lees eerst de eerste zin in zijn geheel. De titel die zet je er al boven en die heb je al gezien daar. Hè? Een spookgeschiedenis. Of staat die er niet? Een spookgeschiedenis. Schrijf hem op als titel. Een spookgeschiedenis. En de volgende zin die blijft gewoon op diezelfde bladzijde. Maar dit is even de titel. Een spookgeschiedenis. En nou sla je wel een regel over en nou komt zin 1. Eerst in zijn geheel. Klaar? Daar gaat hij. Papa Mark startte aan het begin van de grote vakantie de auto en de familie begon aan de allang van tevoren uitgestippelde route naar het in 2015 geërfde buitenhuis in het verrukkelijke Beaumont. Een lange zin, daar gaat hij in stukjes. Papa Mark startte aan het begin van de grote vakantie. De auto en de familie begon aan de al lang van tevoren uitgestippelde route. Naar het in 2005 geërfde. Komt zo nog. Aan de allang van tevoren uitgestippelde route naar het in 2005 geërfde. Geërfde buitenhuis. In het verrukkelijke Beaumont. In het verrukkelijke Beaumont. Ik doe de zin nog in zijn geheel. Komt zo. Ik doe de zin zo nog één keer in zijn geheel, heel rustig en langzaam. Luister goed. Papa Mark startte aan het begin van de grote vakantie de auto en de familie begon aan de al lang van tevoren
uitgestippelde route na het in 2005 geërfde buitenhuis in het verrukkelijke Beaumont. Ja, dat was zin 1, de kop is eraf. We gaan nu naar zin 2 en op een nieuwe bladzijde komt zin 2. En die lees ik eerst weer in zijn geheel voor. Niet opschrijven nog, daar gaat hij. Thomas, nu ex-basisschoolleerling die eind augustus naar het Maassichtcollege zou gaan, krioelde de vele gedachten aan een nieuwe, hoogst interessante toekomst door het hoofd. Goed. Daar gaat hij in stukjes. Thomas, comma, nu ex-basisschoolleerling, die eind augustus naar het Maassichtcollege zou gaan. Komma, krioelde de vele gedachten, krioelde de vele gedachten aan een nieuwe, comma, hoogst interessante toekomst door het hoofd. Maassichtcollege, ja. Doe de zin nog in zijn geheel, hè. Kijk maar even mee en als je dan nog een vraag hebt, dan hoor ik het wel. Zin 2, nog één keer in zijn geheel. Thomas, comma, nu ex-basisschoolleerling die eind augustus naar het Maassichtcollege zou gaan, comma, krioelde de vele gedachten aan een nieuwe, comma, hoogst interessante toekomst
door het hoofd. Door het hoofd. Heb je? Oké. Dat was zin 2. We gaan naar zin 3. Volgende bladzijde weer. Even weer goed luisteren. Probeer even te concentreren naar zin 3. Stiekepjes doodde hij onderweg de tijd door op zijn tablet een cadeautje voor zijn overgang te chatten met zijn vriendinnetje Celine over skateboarden, hockey en over hoe ze tezamen gegamed en gegoogeld hadden. Sindri. Stiekepjes doodde hij onderweg doodde hij onderweg de tijd door op zijn tablet comma een cadeautje Nou, er bestaat volgens mij maar één juiste schrijfwijze in het Nederlands en dat lijkt verdacht veel op het Frans. Een cadeautje voor zijn overgang, comma. Te chatten. Met zijn vriendinnetje Celine. Over skateboarden, hockey, en over hoe ze tezamen. En over hoe ze tezamen gegamed en gegoogeld hadden. Ik doe zin 3 nog een keer in zijn geheel. Kijk mee. Stiekepjes doodde hij onderweg de tijd door op zijn tablet, comma, een cadeautje voor zijn overgang, comma, te chatten met zijn vriendinnetje Celine over skateboarden,
hockey en over hoe ze tezamen gegamed en gegoogeld hadden. Nou, we zitten drie zinnen erop en hebben tevens de moeilijkste zinnen gehad. Dus nu wordt het alleen maar heel makkelijk. Dus als je nu nog maar één fout hebt gemaakt, ziet het er heel goed voor je uit. Zin 4. Ja, ik wacht nog even. De bladzijde heb je weer omgeslagen. Zin 4. Eerst weer in zijn geheel. Daar gaat hij. Zin 3 nog niet helemaal. Zal ik nog één keer voor jou helemaal doen dan? Doe ik het. Zeg je? Vanaf het hockey. Hockey en over hoe ze tezamen gegamed en gegoogeld hadden. Ja, nou ja, dus niet precies weet, dan google je gewoon even een woordje, dan weet je het misschien. 4, daar gaat hij, in zijn geheel weer. Ook had hij de vreemdste fantasieën over hoe het met de Franse bewoners in de buurt zou zijn. Hun vriendjes, de sikkeneurige kasteelheer en... uiteraard dat excentrieke vrouwtje met haar verroeste prikstok. Punt. Zin 4 in stukjes. Ook had hij... ook had hij... de vreemdste fantasieën... de vreemdste fantasieën over hoe het met de Franse bewoners over hoe het met de Franse bewoners over hoe het met de Franse bewoners in de buurt zou zijn. Over hoe het met de Franse bewoners in de buurt zou zijn. Dubbele punt. Hun vriendjes, comma. Hun vriendjes, comma. Hun vriendjes, comma. De sikkeneurige kasteelheer. De sikkeneurige kasteelheer. De sikkeneurige kasteelheer en uiteraard dat excentrieke vrouwtje, dat excentrieke vrouwtje en
uiteraard dat excentrieke vrouwtje met haar verroeste prikstok. Met haar verroeste prikstok. Zin 4, nog in zijn geheel, gaat ie? Ook had hij de vreemdste fantasieën over hoe het met de Franse bewoners in de buurt zou zijn, dubbele punt. Hun vriendjes, de sikkeneurige kasteelheer en uiteraard dat excentrieke vrouwtje met haar verroeste prikstok. Punt. De helft zit erop, jongelui. Kunnen even het Wilhelmus gaan zingen of nee? Daar hoort volgens jou ook nog een komma tussen. Je denkt heel goed na. Ik heb gezegd de sikkeneurige kasteelheer en uiteraard het excentrieke vrouwtje met haar verroeste prikstok. Als er een komma moet staan, zeg ik het. Ik heb het niet gezegd, dus. Het Wilhelmus slaan we over, gaan naar zin 5. Gaat het nog? Ja? Zin 5. Dat is de eerste zin van de tweede helft. Gaat hij in zijn geheel. Zou de mysterieuze, vioolspelende geest van vorige keer weer in de blauw verlichte kamer ritselend tevoorschijn komen met zijn afgrijselijke caviasnuit, armen als asperges en voeten als strijkijzers? In stukjes, je was al een nieuwe bladzijde. Zou de mysterieuze. Zou de mysterieuze. Vioolspelende geest. Zou de mysterieuze vioolspelende geest van vorige keer, van vorige keer, weer in de blauw verlichte kamer weer in de blauw verlichte kamer in de blauw verlichte kamer ritselend tevoorschijn komen met zijn afgrijzelijke caviasnuit. Met zijn afgrijzelijke caviasnuit. Komma. Armen als asperges. Armen als asperges. En voeten als
strijkijzers? Vraagteken. En voeten als strijkijzers? Vraagteken. Zin 5, nog één keer zijn geheel. Zou de mysterieuze vioolspelende geest van vorige keer weer in de blauw verlichte kamer ritselend tevoorschijn komen met zijn afgrijzelijke caviasnuit, armen als asperges en voeten als strijkijzers? En voeten als strijkijzers, vraagteken. Zin 6. Zin 6. Goede vriend. Na ritselend. Ja joh, ga ik even kijken. In de blauw verlichte kamer ritselend tevoorschijn komen. Tevoorschijn. Heb je hem? Goed zo. Je bent Sven de Gavenaar, zin 6. Oké. In zijn geheel, hè? Toen ze eenmaal gearriveerd waren, heette de sympathieke burgemeester namens het welkomstcomité de hele club enthousiast welkom in het dorpscafeetje en overhandigde mama Eva een geheimzinnige envelop. Daar gaat hij. Zin 6. Toen ze eenmaal gearriveerd waren, gaat het niet? Oké, sorry. Toen ze eenmaal gearriveerd waren, heette de sympathieke burgemeester. Namens het welkomstcomité heette de sympathieke burgemeester namens het welkomstcomité de hele club enthousiast welkom in het dorpscafeetje en overhandigde mama Eva. Wat zeg je? Enthousiast welkom in het dorpscafeetje. Over dat dorpscafeetje gaat meneer Sonneman straks alles vertellen, want daar ging hij elke dag naartoe. Die heeft daar gewoond.
welkom in het dorpscafeetje en overhandigde mama Eva een geheimzinnige envelop. De echo. Oké. Ik doe de zin ook in zijn geheel. Dan, als dat niet lukt, dan kom je dan een keer terug. Is goed? Daar gaat hij. Zin 6. Toen ze eenmaal gearriveerd waren, comma, heette de sympathieke burgemeester namens het welkomstcomité de hele club enthousiast welkom in het dorpscafeetje en overhandigde mama Eva een geheimzinnige envelop. Bingo. Die had je. Jongens en meisjes, de voorlaatste zin. Zin 7, nieuwe bladzijde, nieuwe kansen. Ja, ik zie jou nog een beetje rondhangen in het dorpscafeetje. Heb je hem? Goede vriend, uitstekend. 7. Gaat hij in zijn geheel? Allereerst inspecteert Thomas zijn kamertje dat nog vol spinnenwebben zit en ziet onmiddellijk dat het weer hommeles is. De in de plint gevonden munt die op zijn bureautje had gelegen, blijkt spoorloos verdwenen. In stukjes. Allereerst inspecteert Thomas zijn kamertje dat nog vol spinnenwebben zit. En ziet onmiddellijk dat het weer hommeles is. Dubbele punt. De in de plint gevonden munt. Die op zijn bureautje had gelegen. Komma. Blijkt spoorloos verdwenen. Zin 7 nog een keer. Gaat ie? Ja, ik doe hem helemaal nog. Hè? Ik zeg het zo nog wel even. Allereerst inspecteert Thomas zijn kamertje
dat nog vol spinnenwebben zit en ziet onmiddellijk dat het weer Homerus is, dubbele punt. De in de plint gevonden munt die op zijn bureautje had gelegen, comma, blijkt spoorloos verdwenen, punt. We gaan naar de laatste zin. 8. De laatste zin. Ja. Homerus. Wat zeg je? Homerus. Wat een gedoe, het is weer Homerus. Zin 8. Gaat hij in zijn geheel. Laatste zin. Toen zei ik dat het weer Homerus is. Homerus is, dubbele punt. De in de plint gevonden enzovoorts. Heb je? Goed zo. Ja, ik moet een beetje haast maken, want ik zie dat het al over 10 is. 8, daar gaat hij. De laatste zin, ja. 'Snachts wordt hij wakker door een onheilspellend ruisen en suisen bij het raamkozijn. De geest met de spitse snuit verleidt hem met het verdwenen muntje om mee te gaan. Maar dat bevalt onze licht geïrriteerde held geenszins. Punt. Gaat-ie. 'S'nachts wordt hij wakker. 'S'nachts wordt hij wakker. Wordt hij wakker door een onheilspellend ruisen? Door een onheilspellend ruisen? Onheilspellend ruisen en suizen? Door een onheilspellend ruisen en suizen bij het raamkozijn. Dubbele punt. Ruisen en suizen bij het raamkozijn. Dubbele punt. De geest met de spitse snuit. De geest met de spitse snuit. Verleidt hem met het verdwenen muntje. Verleidt hem met het verdwenen muntje. Verleidt hem met het verdwenen muntje. Om mee te gaan, comma. Verleidt hem met het verdwenen muntje om mee te gaan, comma. Maar dat bevalt onze licht geïrriteerde held. Maar dat bevalt onze licht geïrriteerde held geenszins. Dat bevalt onze licht geïrriteerde held geenszins. De zin nog in zijn geheel. Gaat ie. 'S'nachts wordt hij wakker door een onheilspellend ruisen en suizen bij het raamkozijn. Dubbele punt. De geest met de spitse snuit verleidt hem met het verdwenen muntje om mee te gaan, comma. Maar dat bevalt onze licht geïrriteerde held geenszins. Punt. En dan wil ik best nog één keer het geheel doen, maar ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben.
Eén keer de laatste zin. In zijn geheel gaat hij dan. 'S Nachts wordt hij wakker door een onheilspellend ruisen en suizen bij het raamkozijn, dubbele punt. De geest met de spitse snuit verleidt hem met het verdwenen muntje om mee te gaan. Komma. Maar dat bevalt onze licht geïrriteerde held geenszins. Ja? Geenszins. Enigszins, alleszins, geenszins, dat soort woorden, die heb jij geleerd vorige maand nog volgens mij, toen je aan het oefenen was. Ik heb helaas geen tijd meer om het nog in zijn geheel voor te lezen, want het is 10:10 en de klok is onverbiddelijk dubbel D, dubbel L. Dat was het, Loek. Dankjewel. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel leuk, maar ook wel lastig. Wel lastig? Hoeveel fouten denk je? Ik heb geen idee. Nou, het wordt vanzelf duidelijk. En Merel, wat vond jij ervan? Ook wel leuk, maar ook wel best wel lastig. Ook al lastig. Ja, wij zijn soms lastig. En Niek, wat vond jij ervan? Heel leuk. Niet lastig. Jawel. Ook wel. Nou, we zijn benieuwd. Daar zitten de correctoren, die staan nu op. En die gaan bij jullie dus de dictees ophalen. En dan mogen jullie door die deur daar naar buiten. Daar krijg je iets te drinken. En daarna naar de gymzaal. Zaal 1. Veel plezier dadelijk.